Ja, vrienden. Het is zover. De winter, de kou, komt eraan. Hoogste tijd dus voor Harry's boerenkool. Ja, en let op, daar gaan we. We beginnen met aardappelen. Heb ik al gesneden, kijk hier, in de pan. Ruim een kilo aardappelen. Daar beginnen we mee. Daar gaat wat zout bij. Hop. Maar, hier komt de eerste twist. Er zijn er twee. Dit is de eerste twist bij Harry's boerenkool. We gooien er een blokje runderbouillon in. Ja, hoppatee. Dat geeft nou net die lekkere smaak aan die aardappelen. Straks als die samen gaan met die boerenkool. Ja, dat is hem. Vlammetje aan. En aardappeltjes erop. En dan gaan we wachten tot het water kookt. En dan gaat de boerenkool erbij. Water kookt. Ja, en daar gaan we. De boerenkool gaat erbij. Zo, kijk, en dit laten we lekker staan totdat de aardappelen gaar zijn. En in die tussentijd, want dit is gewoon weer zo'n bekend, simpel, snel en smakelijk recept. Ja, lekker makkelijk, daar gaat het om. Let op, we gooien een beetje olijfolie in de pan. En daar gaan we dan, jongens, want dit is Harry's boerenkool. Spikkies, gesneden ui erbij. En dan, en nu komt hij, dit is hem. Hier gaat het dus om, hè, bij Harry's boerenkool. Zie je hem? Een Spaanse twist, een beetje chorizo. Dat is hem. Dat geeft een heel speciaal smaakje aan die boerenkool. En die bak je ook mee. Ja, hop. En dit laat je dus gewoon even lekker een beetje reutelen zo. En lekker een beetje opbakken. En dan zet je het even lekker apart. En dan komt het later weer erbij. Alles is gaar. Kijk hier, aardappeltjes en de boerenkool. Ik heb het even afgegoten en weer terug in de pan. En dan gaan we natuurlijk beginnen aan het bekende stampotwerk. En ja, als je nog niet naar de sportschool bent geweest, dan is dit hem, hè. Dit is het betere werk. Ha! Hé, hey. En dat is klaar. Klontje boter erbij. Gewoon voor de smeuïgheid, gewoon lekker. En dan is de hoogste tijd voor de spekjes, de uitjes en de chorizo. Ja, daar komt hij aan. Daar gaat hij, die gaat daar heerlijk bij. En die gaan daar lekker doorheen. Oh, die zijn zo blij dat ze elkaar tegenkomen. Die doen allemaal even een elleboogje in de pan. Heerlijk zeg. En nu komt hij, hè, want dit is hem. Ja, rookworst, die heb ik in hele kleine stukjes gesneden. En die gaat door de boerenkool heen. Dat gaan we nu doen. Kijk. Die rookworst, die geeft dan toch weer zo'n hele speciale smaak aan die boerenkool natuurlijk. Hoogste tijd om hem even te testen. En dan doe je er straks lekker een beetje zuur overheen. Mwah. Jongens, simpel, snel en smakelijk is met dit even lekker. Oh. Ja. Oh. No! No!